We zijn te gast op Sportpark De Weijer, waar zo meteen de training van start gaat van de Running Academy in aanloop naar de Cityrun van Roermond op 30 april. Een lege baan achter mij zoals u ziet, maar zo meteen zullen de lopers hun training starten. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, rock. We staan hier met Ruud Waarwijk, de hoofdtrainer van de Running Academy Denemarken. Waarom komen deze lopers hier voorbij? Ja, er is een idee geboren dat Roermond de cityloop gaat organiseren. Natuurlijk belangrijk voor de stad. En daardoor heeft Denemarken in samenwerking met Zwift Atletiek Running Academy opgericht. Om te zorgen dat de mensen goed geprepareerd aan de start kunnen komen straks 30 april. Oké, en hoe is het? Hoe bent u verbonden aan dit evenement? Nou, ik ben dus hoofdtrainer, of althans looptrainer bij Zwift Atletiek Roermond. En van die kant ben ik dus benaderd om met een team te formeren en deze mensen te begeleiden. Hoe hebben de mensen zich aan kunnen melden? Dat was op verschillende wijzen, maar via de site. Er is natuurlijk veel reclame gemaakt, ook voor de Running Academy. En ze hebben zich ongeveer zo'n 60 mensen aangemeld. Dat is best een groot aantal. Zijn dit allemaal getrainde mensen? Nee, we hebben bewust de keuze gemaakt, ook in de cityloop, dat het ook een soort familiegebeuren moet zijn. En eigenlijk trainen hier mensen voor de 5 kilometer. Dat zijn zowel beginners als gevorderden en mensen voor de 10 Engelse mijl. En dat zijn over het algemeen wel de gevorderden. Dus daarom hebben we ook diverse graduaties moeten maken en zorgen dat we genoeg begeleiding hebben om elke groep te kunnen begeleiden. Wat is de motivatie van de lopers voor dit evenement? Nou, je ziet met name dat mensen, ook beginners, heel erg gemotiveerd zijn om te beginnen. Ik heb gemerkt dat zelfs mensen zijn gestopt met roken, hun eetpatroon hebben veranderd. Echt heel fanatiek ermee bezig zijn. En natuurlijk, dat lopen dat kan ook zelfs een bepaalde vorm van verslaafdheid teweeg brengen. En dat merk ik zeer zeker aan deze groep. Erg gemotiveerd, altijd op de training aanwezig. Prettig om mee samen te werken. Ruud Waarwijk, veel succes op Koninginnedag en heel hartelijk dank voor dit interview. Dank u wel. We staan hier met Chris, een van de lopers van de Denemarken Running Academy. Chris, wat is jouw motivatie om hier aan mee te doen? Nou, ik deed altijd al wat voor mezelf rennen, maar ik wilde toch wel eens een keer met een wedstrijd meedoen. En hierover gelezen op internet. En ik vond het eigenlijk een ideale gelegenheid om, met de training te beginnen en die wedstrijd te lopen. Valt het je tegen of valt het mee? Het valt me eigenlijk reuze mee. De trainingen die gaan, ze hebben het goed opgebouwd. Dus het gaat me vrij aardig af. En het valt me heel erg mee, ja. Zijn er nog veel dingen die je moet doen of laten in aanloop naar de Cityrun? Dat valt redelijk mee. Dat is een beetje aan de persoon op zich. Ik let een beetje op wat ik eet. En ik beweeg natuurlijk wat extra's met die training. Dus wat dat betreft let ik wel goed op mijn gezondheid. Maar ja, ik drink ook nog rustig mijn biertje. En ik eet ook nog mijn chips. Dus wat dat betreft valt het wel mee. Het is wel een hele andere Koninginnedag dan anders, denk ik. Ja, heel anders. Normaal kun je lekker van het weer genieten op een terrasje. En nu moet je toch even een inspanning leveren. Maar als het goed is, wordt het wel leuk en dan kunnen we daarna nog een gezellige avond ervan maken. Dus, Oké, Chris, hartstikke bedankt. Ga lekker verder met je training en heel veel succes 30 april. Okay. Dankjewel.